Het is vandaag zaterdag 24 augustus en wij lopen op een heerlijk zonovergoten koornmarkt waar wij deelnemers en bezoekers vragen stellen over de kunstmarkt die de naam draagt Klein Montmartre. En dan zie ik hier een tafereeltje waar ze daar net mee bezig was en dan lijkt me dit een politiek tafereeltje. Ik zie daar een vrouw die nogal strijdlustig staat en een man die ook strijdlustig staat. Kunt u hier iets over vertellen? Ja, ik heb het toevallig in televisie gezien. Normaal, ik ben niet een politiek persoon. Ik heb helemaal geen verstand van politiek. Maar ik vind die oorlog heel erg slecht. Ik wil graag die oorlog eind. En ik wil graag bij Pakistan, ik wil graag goede leider hebben. Zo te zien bent u een geïnteresseerde. Ja. Schildert u zelf ook? Nee, mijn zus en mijn vader waren ook schilders. En hoe schildert hij dan? Met olieverf? Olieverf, ja. Doe mijn zus op. En mijn zus staat hier. U schildert ook? Die kan ook maar niet. Nee, ik heb gemaakt. Niet erbij. Oké. Nee, En wat heb je geschilderd dan? Kijk ze, dat is allemaal. Nou, dan moeten we dat straks geloof ik ook maar eens even bekijken. Opname. Bent u ook favoriet van een of andere beroemde schilder? Nee. Van Gogh vind ik wel leuk. Wat is uw naam? Mijn naam is Rolly Wolderink. En wij staan hoogstwaarschijnlijk voor uw schilderwerken, klopt dat? Dat klopt. Wat schildert u? Aquarel, plakkaat, olieverf, wat staat hier? Ik schilder vooral met acrylverf. En doet u dat al lang? Bijna 2 jaar. En zit u al lang bij de Stichting Painturisten? 2 jaar, in september. En hoe vaak komen jullie bij elkaar? We komen 1 keer per week bij elkaar. Op de woensdagmorgen, gezellig samen schilderen. En dat gaat fantastisch. En heeft u al aardig wat bezoekers gehad bij uw kraam? Er zijn wel heel veel kijkers, maar de opdrachten, dat zijn er nog niet. Maar kijkers, geen kopers. Nee, dat klopt. Ik wens u verder succes nog vanmiddag. Dank u wel.